Ja, je denkt er misschien niet direct bij na als je weer een foto via Twitter de wereld inzendt. Maar deze informatie samen met andere informatie van andere tweets kan wel eens van onschatbare waarde zijn voor de overheid en bedrijven. Maar om wegwijs te kunnen in die zee van data heb je een hele speciale zoekmachine nodig. En die is ontwikkeld hier in Eindhoven. Cousteau, een echt Eindhovens bedrijf. Wat doen jullie? Wij monitoren sociale media. Dus we kijken wat er gezegd wordt op sociale media, op het internet. Ja, dat kon al hè, door bijvoorbeeld alleen Twitter te bekijken of Facebook te bekijken. Wat jullie doen gaat verder, toch? Ja, wat wij doen gaat verder. We kijken sowieso niet alleen naar Twitter of Facebook of YouTube. Hè. Dat zijn de typische sociale kanalen. Maar we kijken ook naar nieuwsites, naar fora en naar blogs. Meer dan 400.000 sites binnen Nederland die wij monitoren. Er zijn heel veel bedrijven die stukjes doen van wat wij doen. De schaal waarop wij berichten inzichtelijk maken, dat is echt uniek. Hoe hard gaat het met het bedrijf? Nou, dat gaat heel hard. Dat zie je aan de ene kant aan de klanten. Iedere maand komen er een aantal klanten bij, 5 tot 10 klanten per maand. Nou, dat stelt ons in staat om vervolgens ook weer ons team uit te breiden. We zitten inmiddels op zo'n 60 mensen. Er komen ook iedere maand een paar mensen bij. Dan kunnen wij weer nieuwe zaken ontwikkelen om ons product te verbeteren. En die groei in klanten verder door te zetten. Ja. Dus dat is een hele positieve spiraal waar we in zitten. Als er een nieuw product op de markt komt, dan wordt het vaak getest met een testpanel. Een klein groepje mensen. Dit is eigenlijk veel groter, deze manier van monitoren. Ja, dit is veel groter omdat je aan de ene kant kunt zien wat zeggen mensen over bestaande producten. Maar mensen zeggen vaak ook iets over als er een nieuwe ontwikkeling is of een product wordt aangekondigd. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in de mode. Modeketens die volgen wat er gezegd wordt rondom modeshows. Wat zeggen invloedrijke bloggers. En als je daar inzicht in hebt, kun je dat gebruiken om slim je producten in te kopen. Ja, niet nabestellen als iets op is, maar meer laten maken als blijkt dat iets populair is. Precies, ja. Maar ook voor de overheid en bijvoorbeeld de organisatie van een evenement is het monitoren van die informatie heel erg belangrijk. Want stel het is heel erg druk, dan weet je via social media heel snel dat het fout gaat. Als je weet waar je moet zoeken. Wat kan een organisator of bijvoorbeeld de overheid meer met jullie software dan dat ik kan? We kunnen heel gericht kijken bij een evenement vanuit waar er berichten gepost worden. Zodat je bijvoorbeeld bij Koninginnedag heel goed in de gaten kunt houden hoe druk het is op een bepaalde locatie. En op die manier kan een gemeente of de organisator van het evenement een beter beeld krijgen bij de drukte en op die manier problemen voorkomen. Ja, we hebben hier een kaartje van Eindhoven. Dit is Koningsdag, Koninginnedag was het toen nog volgens mij. Ja. Wat zegt dit? Want ik zie een hoop groene vlekjes, de nummers. Ja, wat we hier zien is, we hebben hier de kaart van Eindhoven. We zien dat er in het centrum veel berichten zijn. En door gericht te kijken naar die berichten, zouden we bijvoorbeeld kunnen zien als mensen klagen over het is hier heel druk, het plein is bijna vol. Dat is ook te zeggen vanuit bijvoorbeeld een Twitter-account van zo'n organisatie om mensen te adviseren om ergens anders naartoe te gaan of niet meer naar de markt te komen. Ze signaleren een positief iets of een probleem, reageren daar vervolgens meteen op en kunnen ook kijken of dat effect heeft. Precies, want dat is heel belangrijk. Je kunt al berichten uitsturen, maar het is vooral belangrijk om te kijken wat wordt er dan ook mee gedaan. Temperatuur kun je meten, mensen kun je tellen, je kunt met de camera in de gaten houden hoe het gaat. Maar op deze manier heb je eigenlijk direct informatie van de mensen zelf op het plein, hoe ze het beleven en wat ze ervan vinden. Precies, en we maken een analyse op basis van woorden en daarmee kun je dus heel snel inzicht krijgen.